Kijk eens naar mijn kanaal, mijn naam is Dylan oftewel de Rotjoch en welkom weer terug bij een nieuwe video op het kanaal oftewel Rotjoch. En we spelen Ark Survival Evolved. En het is weer donker, met een actie gaan ondernemen. Maar ja, dat uh, moet jullie ondertussen wel geweldig zijn. Maar het geeft niet, het komt allemaal wel goed. Ik ben hier samen met Timo. Hoi Timo. Hallo. Hallo, oftewel, Xelora is natuurlijk weer de man van de tribe die alles regelen is. En ik zie hier ik heb een vogeltje schouder die hartstikke cool is. Blijkbaar uh, heeft hij een haakkruis op zich getekend, Dan zie ik nu pas. <laughs> Ja, Ma volgens mij heeft op dat gedaan. Ja. Maar dat maakt niet uit, maar dat maakt niet uit. Goed, Timo. Uh, vorige keer, hadden, vorige keer hadden, we die, uh, hadden, ja, hadden we deze gevangen, Rari. Ik zal hem even laten zien. Dat ondertussen staat Rari hier zo. Dit is hem. En jullie hebben een nieuwe gevangenis, zie ik. Hier ook, grote uh, Ja, dat was toen eigenlijk de dag ernaar. Ik zag hem lopen. nee je dacht ik van, dan, dan, waarom, ook waarom ook niet. Gratis dinosaurus, deze. Ja, nou, precies. Ondertussen is de jongen van de vorige episode, wat is zijn naam ook alweer? Uh, In-game poepen als ik me niet vergis. Kai. Kan. Okay. kan In iemand party pooper die van de vorige episode die doen ze base lied zien die is uh, naar onze uh, tribe gegaan is er nu bij ons toch en die heeft een paar dingen yes. meegenomen dus dat ik even laten zien die heeft meegenomen nou dat weet eigenlijk Timo beter die heeft volgens mij deze grill heeft, uh, nee die grill heb ik zelf gemaakt hij heeft uh, hij heeft zijn Archie meegenomen de Archie ja uh, hij had eerst ook zijn Spino meegenomen, want hij had hij zelf helemaal uit laten broeden. Maar die hebben ze teruggenomen, want ja, vond ze gewoon niet goed. Die van de Tribe. Ja, gelijk hebben ze. Maar hij heeft een aantal fucking heet ze? Uh, even kijken. Hij heeft ze gelaten. Wat heeft hij? Een aantal van die blueprints. Oh hier. In de bookshelf heeft hij neergezet. Oké. Okay. Hij heeft een aantal blueprints die hun daar toch dubbel hadden. Heeft hij naar ons meegenomen. Dus we hebben nu ontzettend veel blueprints hierin zitten. Dat is nice. We kunnen in ieder geval lekker weer een stukje verder doorgaan. Ik ben nog steeds helemaal de blauwe, de blauwe soldaat hier zo. Maar vandaag gaan we een speciaal dier van. Want binnenkort, dat heb ik gezegd in de vorige video: ik wil binnenkort weer gaan verhuizen een deel uh, een extra basis maken waar we ook waterdieren kunnen vinden. Dus aan het water willen wij. Uh, daarvoor moeten we heel veel spullen gaan verzamelen. Zo zijn we gisteren vandaag ook bezig geweest, een beetje met steen verzamelen met steen. Maar Tetch gaat bij ons heel erg langzaam. Dus Timo, we hebben een beest vangen dat Tetch verzamelt. En dat beest heet een. Oh, zo'n lastig naam. Megalosseros? Megalosseros. Dat gaan we gewoon een edelhert noemen. Oh, zo'n hert van een rendier, inderdaad. Een, ja. uh, een, 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 ja. Een Rudolfje. En die gaan we vangen. Dus uh, Timo, heb jij. Oh, ik moet wel van alle spullen mee. Oh, kut. Nee, doe ik, doe ik het weer. Pijot, kom terug. Ah, oh, hij gaat betel zitten, lekker. Mooi. In ieder geval, wat we gaan doen is even Narcotics meenemen. Dat heb ik niet. Heb jij het bij je, Narcotics? Eh, uh, we kunnen het hier wel doen. Dat is net zo makkelijk, toch? of oh, gewoon hier zo hier droppen. Oh ja, we kunnen gewoon hier een mee nemen. Ja, ja, ik ja, weet het. Dat okay. gaan we doen. Nou, plan van aanpakken is duidelijk. We gaan erheen vliegen. Uh, zitten zit in het noorden, denk ik, in de sneeuw, gok ik. Yes. En dan gaan we hopelijk kunnen vangen. Dus uh, Ik ben er klaar voor Timo. Hebben we een level wat we willen hebben met het beest, Of maakt het iets heel veel uit? Uh, rond de 20 is het makkelijkste, we hebben niet zoveel tijd vandaag, dus zo. Ja. Nou goed, dan gaan we even checken wat we kunnen vinden. En uh... Nou, let's go dan maar. Ik volg jou wel. Nou, huh. dan deze dan gaan we weer. ik moet weer met de torch gaan werken. Kijk naar de oh, is zo mooie zo maand. Ja, tuurlijk. Het is weer zo ver. Het is weer donker. Op het moment dat we opnemen, ik weet niet wat het is. Dat roepen we op onszelf af. We doen het altijd. Ik weet niet wat het is. Maar ja, helaas, pindakaas. Mm. Het is nou eenmaal niet anders, jongens. Het is nou eenmaal niet anders. Ja, goed. En megaloceros heet het ding. Megalossaros. Dat moeten we dus gaan vangen. En dan kunnen we sneller Tetch gaan verzamelen. Waardoor we makkelijker de volgende beest kunnen bouwen. Aan het water. Want dan kan ik een Sarko vangen. Dan kunnen we van die Megalodons uh, vangen. Die haaien natuurlijk. Uh, Monst van Loch Ness. Zeg maar dat beest. En dan kunnen we misschien ook wel vette caves gaan doen binnenkort. Want dat hebben mensen gereageerd. Ja. Ga caves doen. Wat is er in caves te doen, verder Timo? Uh, dat is vooral voor de artefacts. En dan kan ook aardig XP farmen. En met de artefacts kan je dus weer zo'n Broadmother uh, summonen. bij zo'n hmm. grote pillar hier bij zo'n obelisk. Oké, okay, dus, dus ik denk... daar kunnen we wel naartoe werken, een soort van late game, een uh, soort van endgame bosses eigenlijk. Oké, okay. nou, dan gaan we daar naartoe werken om dat uiteindelijk te kunnen doen. Dan zullen we dat maar gaan doen een keertje, want voor nu is het vooral dieren vangen. Dat Vonden jullie ook al vet? Ik vroeg van wat willen jullie graag zien in Ark? En ja, mensen zijn heel veel Dieren vangen is ook leuk om te zien. Om te zien hoe jullie steeds meer uh, eigenlijk dieren krijgen. Waar de fuck ben je Timo? Waar oh, daar? bij me kwijt? Ja nee, ik zag je, ik, zag je, ik ben je kwijt. Ik, ik heb je gevonden weer. Nou, ik zit nog steeds lekker op Pidgeotto. Hij heeft zijn... Oeh, zo. spike in één keer. Maar, ja. maar die uit? Oké, okay, we zitten nu midden in, in de sneeuw, dus ongeveer hier zouden ze moeten zitten. Uh, ja, hier ergens. Hier ergens. Nou, dan gaan we gewoon denk, lang, langs de grond zoeken naar een Mega of. En dan gaan we het een keer vangen, want binnenkort willen we ook een keer een Bronto vangen. Dat is zo'n langnek. Um, heel veel kijkers zeggen, ja dit van een keer zo'n lang nek, dan gaan we een keertje naar kijken, maar op dit moment hebben we geen ruimte onze beest daarvoor. Hé, hey, wacht, volgens mij zie ik er meteen eentje, vind ik nog gek. Oh nee, dat is een Archie die daar vliegt. Nou, ik dacht, wat is dat dan? Hè? Oh, één wow, hey, gekke Pokémon battle hier, man. Schorpioenen, leeuwen, van die stedenslopers, alles jongen, moet je kijken. Oh. Het is één Pokémon battle hier fight, gaande. Fight, fight, <laughs> Het is één lijpe Pokémon Battle. Oké, okay, nou goed. We gaan op zoek verder naar die. Uh... Ik ga mengen. 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 Kik we? Heb je een pistool? <laughs> ja. Oh, what the fuck? En deze durpen dan. <laughs> deze ligt op zijn rug te vechten met zichzelf. Oh, hij is dood. Ja. Laten we maar killen voor vlees. <laughs> ja. Dan doen we dat even. Oh, er zit toch een R andere Archie die ook aan het jagen is. Hier zie je dat? Ah, oh, oh, ja. je, je hebt alles gepakt. Oh, well. Ja. Ja, maar ja, maar niet uit, Ondertussen gaan wij gewoon lekker een stukje doorvliegen. Is goed, we gaan door we zoeken naar zo'n Megaloth megaloceros, Oké. Okay, Waarom maakt het zo moeilijk? Waar was dat dan? Ik noem het gewoon een rendier. Ik zie het, ik zie het. dit nee, is een vrouwtje. dit is een schaap. Zie je? Ja, maar we willen zo'n badass as mail toch, of niet? Ja, tuurlijk. Het schaapje is gay. Oké, okay, nou, dit is niet cool. Het schaap is niet cool. Deze heeft met gay mensen te maken hoor jongens. Maar dat is niet cool, zeg maar. Laten we daarop houden. Hij is niet cool. Dus we gaan op zoek. Zij, want dat is een vrouwtje. We gaan op zoek naar een mannetje met zo'n vette. vette, weet ik weer? Gewei op zijn hoofd. Ja, dat was het. Hij heeft een gewei nodig. Dat is, dan is het cool. Want dat lijkt weer zo erg op iets cools. Wat is dit van die sneeuwbloemen? Wat zijn dat? Oh, zijn kristallen. Oké. Okay. Oh man, ik heb het koud. Ik heb geen uh, bontkraagje. Ik ben, niks op, ik ben mijn Nicholson-jas vergeten. Sabertooth, uh, Direwolf zie ik hier. Ah, oh, hier is er eentje. Ah! Oh, ja. daar, nee, en daar er verder nog één. Oh, wat level is dit? Oh, oh. Dit is een level 30. Welke? Die voor je neus staat. Deze is level 30. Ja, oké. Okay, mooi. Neem hem mee. Ja hoor. Maar oh, hier zo. rent ook eentje weg. Misschien is die nog lager zo. Ik ga kijken die man daar. Oh, ik zie hem, ik zie hem. Die is level 12. En... Ebbers. Nee, mis! Ebbers, mis! God damn it. Ik pak hem, ik heb hem. Ik ga hem pakken. Hij is erbij. You're mine. Oké, okay, hij is snel. Nee, ik ben in het water gevallen. Fuck. <laughs> Krijgen we dat weer? Terwijl die fucking vogel om zit te poepen. Auw, ik word aangevallen. Timo. Wat ga... word je aangevallen? Weet ik veel. Piranha. Ik geef damage. Oké, okay, die Megalord van Ruth is me ontsnapt. Maar dan ja, niet uit. We hebben een beetje van level. Oh nee, je hebt hem laten vallen, die ene. Ik heb e hem. Oké, okay, level 12 is die, hè? Ja. Prima. Lex. Hij is wel gedamaged, dus de kans bestaat dat we doodschieten. Laten we die tweede meenemen, als soort van verzekering. Oké, okay, waar is de tweede dan? Oh, die is daar, ik zie hem al. Ja, nee, ik pak hem wel, ik pak hem wel. Het moet me lukken. Van de ben ik weet niet of ik als zo scheef met dit beest. Ja, 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 ja. Hij derpt. Lijkt de server nou? Huh? Ja, server surf lag. Server lag! Kom op! Ben What? ik... Ik wil hem net pakken! Ik wil hem net pakken! Daar heb ik hem weer niet. Waar is hij? Terra Nova plus fix. Hij is hier, hij is hier. Ja. Oké, okay, mooi. Waar naar toe, mijn vriend? Naar de uh, base. Kijk naar de base, hè? Ja, tuurlijk. We oh. is bij de rode, toch? Ongeveer? Uh, hier vulkaan hier? je ik zie hier vulkanen, je moet eigenlijk zo ja. rechts langs op opgaan. Oké, okay, nou, we hebben in ieder geval de beesten gevangen. Of we hebben in ieder geval bij ons. We gaan ze nu temen. We zien jullie zo meteen weer. Woe! Die kunnen ze dan niet uit. Fly by. Yes. Oh, pak die andere weer op, verdomme. <laughs> ah, ja, oké. Okay. Oké, okay, mooi. Waar gaan we onze base zetten? Hier bovenop, hè? hier oh, toch? Uh, ja. Hoppa! Oké. Okay. Doen we eerst die... Uh, die gedamaged, hè? Ah, okay, oh, die gaan. ziet er wel echt vies gedamaged uit. <laughs> ja, voor nu. Oeh, hoe kan dat? maar mij werd die net ook gechased door zo'n wolf. Ah oh, ja. Nou goed, we zijn er. En uh, we gaan proberen deze te vangen, uh, Timo. We ja, begin beginnen met, Ja, begin maar met level 12. Schiet maar op een. Please, ga niet dood, please, ga niet dood, please, ga niet dood. Oké, okay, wachten. Oh! Ik zit hem een kont. To! Oh! Oké, oh. hey, Ik heb hem. Mooi. <laughs> Dat ging wel heel makkelijk. Oké, okay, maar die andere is nu in. Die zit hem een beetje in de weg. Maar hij is nog niet agressief, toch? Vallen ze je aan? Uh, nee, want ze zijn niet meetboosted. boosted Oké, okay, mooi. Chill. Uh, Oké, okay, dan moeten we naar komen. Nu zit je ook vast. Nee. Ik zit te durpen tussen nu... Het is Riep dat je op dit beest kan springen en dan Ja, eruit. ik zit vast. Dat weerde ik ook. Maar ik zit nu vast tussen... Deze zit in de weg, deze. Nou, kan ik hier niet gewoon eruit springen? Zal ik hem, zal ik hem wegjagen, de beest? Kut. Timo, ik kan hier niet meer uit. Wacht, zal ik dit beest hier wegjagen? Ja. Waarom ga je niet dood? YOLO. Hij <laughs> kijkt je af. een hey, vriend, wat doe je? je? Nee! Je had die er ook doodgemaakt! Nee. <laughs> Wat is dit? Timo! Maar ik deed zo. Oh mijn god, wij zijn zo. Ik ben echt mongel. Ik ben zo terug. Ik pak de Jotta op. Wacht, ik ga sowieso jou draait tillen. Wacht, kill dat, sorry for meat. Oh, ik ben nu wel echt een de fuck, Timo? <laughs> echt, jongen. Kat. He heb je ze? Ja, ik kan er niet meer uit. Wacht even, ik moet even eruit halen sowieso. Thanks. God damn, it, Timo. Up vliegen, nieuwe halen. We zien jullie zo meteen. Alright, alright, alright. Uh, we zitten weer een stukje in, verder in games. Ongeveer een uurtje verder, Timo. Uh, ja, zoiets. Uh, gelukkig. Timo is zo aardig geweest om bij het beestje te blijven de hele tijd. En die is nu bijna gevangen. Dus ik denk nog een minuutje of vijf, zes, tien. Eén van die drie. Oh, ik zie nu pas dat je Jack Daniels ook paars geverfd hebt. <laughs> Dus is deze nieuwe kleurpaars ben je ineens een nieuw kleurtje? Deze keer de paarse Power Ranger? Ja, dat God is Goddammit, goddammit. God nou, in ieder geval, jongens, we gaan dus binnenkort. Bijna hebben we dus een nieuw Basie gevangen waar we heel vrolijk voor worden. Het is echt de beste locatie, want ja, nou, Timo had hem eerst doodgeschoten, die eerste twee. <lacht> <lacht> en toen heeft hij deze maar gehaald en gevangen. Nou, hij is wel level 30 in ieder geval, dus dat is iets waar we ja, best wel blij van worden. Want waarom vangen we nou ook weer precies de megalosaurus? Heel simpel, want we gaan binnenkort verhuizen naar het strand. Een beetje in de buurt van water. Waardoor wij ook uh, Sarco's kunnen vangen. En al die andere waterbeesten, dat ik zei in het begin van de episode. Oeh, oeh bijna nog één keer eten, dan hebben we hem, denk ik. Oeh. Oeh, 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 oeh. En dan kunnen we in ieder geval heel snel tetch verzamelen. Dan nemen we steen mee. Dan kunnen we heel veel steen snel verzamelen. En houtje kunnen we misschien meenemen. Dan kunnen we heel veel hout verzamelen. Heel snel. In een korte ja, een tijd. Keer heen en weer vliegen. Gokken, ja, zo. precies mm. daar in de buurt drie keer. Precies zijn we met de kwadsol. Dus op die manier kunnen we heel makkelijk die beesten heen en weer slepen. Dan kunnen we daar verder gaan met basis nummer twee bij het water. Op die manier. Laat ons nog steeds even weten wat jullie graag willen zien in de episodes van Ark Survival Evolved. Want laatst zijn we alleen maar bezig met dieren vangen. Ja, ik weet dat jullie het ook heel leuk vinden. Maar we willen af en toe ook wel eens een keer wat anders kunnen doen. Weet je wel. Dus inderdaad basisje bouwen. Inderdaad, dat. Wow, 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 wow. Die fucking hel zit vast in mijn beest. Want die caves Was in... Nou alweer, alweer. Want die caves ingaan inderdaad om te zorgen dat, ik, uh, dat wij vette beesten... Dat wij vette... Uh, die broodmother kunnen spannen uiteindelijk. De Broodmother, de broodmother. Dus dat soort dingen. Ik helemaal laten weten wat wij moeten doen. En ja, we zullen kijken of dat inderdaad leuk is. En als het leuk is, gaan we het zeker weten doen. Want dat is wel uh, het ding wat ik wil doen. Jullie entertainen natuurlijk met de video's. En... Oeh! Kom op! Wat eet je? Oeh! Kom op! Eet hem op! Back the Oeh! Wild Male Megalothus. Ondertussen ga ik even met mijn Engrams kijken dan. Want ik, als goed is moet ik het dan gaan maken, zei je. Uh, ja. Even kijken, I is dat. En dan Engram points. Ik heb er 264. Welke is dat? Welk zadel? Ja, de mega nog wat is uh, ding. Oh, dat is gewoon letterlijk, zo heet dat. Ik zie. Ja, ja. Hey! hey! Hoppa, you have tamed the Megalothus. Nou, hoezo hoe gaan we hem noemen? Rudolf. Rudolf! Ik heb in de spits heb ik alles zo al neergelegd. Je hoeft alleen maar. Zeg maar naar de juiste tab te gaan en dan. Waar, wat moet Waar heb je alles neergelegd? In de smithy, Vanaf daar In moet je smithy. maken. De smithy. In de smithy. Oké, okay, ik heb nog nooit iets gemaakt van, dus ik ga even eerst even snel Mega dingen ding leren. Waar uh, zou die staan? Trikes. Wat der moet je zijn, zei 30, moet je? 30, Ik zie een Galliminus, wat, wat, wat is wat was het voor beest? Uh, dat is zo'n nieuwe. Kijk, kan je met drie uh, mensen opzetten. Oeh, oh, die moeten we hebben. Die moeten we hebben. <laughs> Een doody dat is dus ook een nieuwe, denk ik. Uh, dat is onze steen. <laughs> ah, ik heb nou die uh, dingen gemaakt, die Megadrath Wat even belangrijk is, ik we moeten leren ook, hè? Wat ik ook bezig ben vangen. Ik wil binnenkort Killer Dodo hebben. Oeh. <laughs> ik wil een Killer Dodo. Nou, ondertussen pak Rudy, Rudy op. Heb ik Rudy of heb ik jou? Ik heb Rudy. Ah, uh, je hebt uh, Ash zijn. Ja. Ik zit ja. uh, Het burkt een beetje. Fucking hell. Pak jij mijn hand op zo? Of kan dat niet? Nee, kan niet. Oké, okay, ik, ik heb hem. Ik heb hem. Ik heb hem. Ik kan waarschijnlijk hem droppen. Let hem maar gewoon ergens neer. en de voorkant natuurlijk, want dan kunnen we maar zo naar binnen lopen met het, het, het. Durp. Go ik zit vast in de muur! Ik zit vast! <laughs> Wat is dit? Oké. Oh. Oké. Okay. Okay. Hij ja. staat er. Hij staat er. Hij staat er, daar ging het om. Oké, okay. hebben we beneden. Dan moet ik de smithy in, je, om het te maken. Fucking... Eh, uh, ja. Jotto loopt in de weg. Oké. Okay. Dan we gaan we naar binnen. Hé, hey, waar is mijn vogeltje? Ik had hem op mijn schouder. Waar is hij nou? Ja, die... Omdat je was uitgelokt met een leugensjes. Ah, fuck. Nou, daar ik ja, ja, hij ligt hier. Uh, ik, ik wil een aapje, ga ik weer leren vangen hiervoor. Oké, okay, waar dat is de, de Fabricator? Weet ik, de Smithy, waar is die? Smithy. Daar heb je hem, kleine Smithy. Ja. smithy! Oké, okay, ik moet maken. dat is zadel. Right? Ja, zadel, er dan gewoon. Oh, wacht, het is bij, niet Engruns, bij Craftables. Ja, ik, ik doe het eigenlijk bijna nooit. Ik even kijken, zadel. Uh, je in de Smithy? Uh, als het goed is, niet. Ja, nu wel. En dan? Ja, dan saddles. Saddles. Dubbel klikken. Ja. En dan de juiste. De yeah, harten. Megalothros! Saddle, daar gaan we. Nou, lekker. Dan kunnen we in ieder geval op de Megalothros rijden. Oh, ik heb er zin in. Wat eet ze eigenlijk, Megalothros? Eh, uh, bestjes. Berries dus. Dat is duidelijk. Ja. Yep. Oké, okay, waar is het zadel? Hero's, saddle Toppie, dan gaan we naar buiten. Naar nou, Rudy! Rudolf. Holy shit, man. Die, die... We hebben echt best wel gewoon een man ondertussen. Het is echt grappig. Ja. Hé, waar de fuck is hij? Oh, daar ben je. Hij ziet er echt mooi uit, man. Echt, echt zo'n Majestic Animal is het, weet je wel. Ja. Nou, oké, okay. Megalosaurus had ze plaats. Ja hoor! We hebben hem. Even mm -hmm. testen. Ja, even testen, even testen. Ready, set, jump! Wow, hij springt wel ver, zeg maar. Dat is wel mooi. Oké, okay, even kijken of je goed tags verzamelt. 13 tags, één, één kopstoot. Wow. Ja, moet een beetje levelen. 14 touch. Oh, niet slecht, moet ik zeggen toch? Het gaat wel snel zo. So. Hij is een low level, dus ja, uh, er allemaal bij. Daarom, hij doet het goed. Low level. Maar ja, het is in ieder geval sneller dan hout hakken. Dus dat is belangrijk. Daar hebben we me voor gevangen. Oké, okay, nou we hebben in ieder geval de Megalothra's binnen. We gaan met... Ik wil echt de volgende effects wil ik sowieso overhuizen en een killer dodo. Dat gaan we echt moeten doen. Ik wil een killer dodo oprijden. Dat is cool man. Dat wordt mijn nieuwe Het like op rij, gewoon. Dat is fucking cool. Ik ja. -fuck. heb nou, trouwens één ding gemist. Wat hebben we gemist? Deze zal gezien? Auw, wat? dit huisje? Nee, wat zit erin? Mag ik kijken? Dat heeft onze grote vriend gemaakt. Die nieuwe mattie? Wat zit erin? Ja, die wat gaan allemaal het? shit kunnen breeden. Weet je wel die eieren die oh, we heen krijgen van ja. mensen? Die eieren? Ja. Oké, okay, dat is best wel sick. Cool! Dit is echt cool man. Want ik zag hier daar ook allemaal uh, beestjes. Ik zag het net ook, wacht even hoor. Waar zijn ze? Hier ook. Ja, dus... een aantal dillo's ook. Ja, hier allemaal dillo's. Allemaal kleine dillo's, Dat is schattig man. Gaat zo snel. Allemaal kleine dillootjes, ziet er echt heel schattig uit. Oh, wat zijn ze schatten! Oké, okay. ze zijn een beetje creepy. Ze dus kijken me ook allemaal aan. Oké, okay. oké. Okay. Dat doen ze dus. In ieder geval, mensen. Hopelijk vond je weer een leuke video van Ark Survival Evolved. Dankjewel, Timo, weer voor het meedoen natuurlijk. Voor het runnen van deze basis is er eentje bijna. Dat doet hij heel erg goed. Dankjewel. Ja, ja, no problem. Yes, yes. In ieder geval, vond je een leuke video. Dus zeker even een blauw duimpje omhoog. Als je het zo vond, zie ik je graag nog een volgende video. Bedankt voor het kijken. Later, dan maar tot ziens. En natuurlijk. Hees!